Vanasporten in een pracht van een geschelte devin van het hok Raf den Hazen uit Moordzele. De man met de Erik Lamboerduiven op het hok. En hier komt de, hier heet de vader de Ronaldo. De Ronaldo de Rauw Sablon, alstublieft, staat erbij. Via Erik Hofman, aangeschaft van rond zijn Jo, tweede nationaal kampioen grote van 2010. Ons allen bekend, proficiat Jo rond zijn met die titel. Eerste kampioen Cudem Centre Fonds 2010. Eerste kampioen Halters, privéclub. Ja. En eerste provinciaal Châteauroux, eerste provinciaal Narbonne, Jo Ronsijn, dus de vader hier. De moeder is de Diana, 100% Lamboer opnieuw, voilà. Uit 95, de Blue Ace, zien we daar twee generaties verder staan, die legendarische Blue Ace alstublieft. Ja, van Raf den Hazen. Dus eigenlijk komt het er hier op neer, de Rauw Sablon met Erik Lamboer. Zuiver bloed. En wat voor een topklasse de Vin. Eentje om naar uit te kijken, alstublieft. Zondag 26 december in de Kat in Opasselt.